De Nationale Assemblée heeft gisteren tijdens een openbare vergadering 5 naturalisatiewetten goedgekeurd. De wetten zijn met algemene 34 stemmen aangenomen. De commissie, belast met de voorbereiding van deze wetten, stond onder leiding van parlementariër Grace Watamaleo. De leden van de commissie van rapporteurs waren Krishna Mathura, Ruxana Ilahibaks, Ingrid Kartabink, Roger Hopkinson, Jyotish Jagannath en Aida Nading. In totaal zijn 420 personen genaturaliseerd. Prioriteit voor de commissie is dat de grote achterstanden worden ingehaald. Wij brengen nu enkele fragmenten van deze vergadering. Dank u, voorzitter. Het is een technische vergadering, dus ik zal niet in herhaling treden. Ik wil de regering slechts vragen om de achterstand van aanvragen met voortvarendheid af te handelen, zodat deze wetten of de aanvraag het parlement berekent binnen niet al te lange tijd. Voorzitter, het heeft geen zin om vragen te stellen, maar met betrekking tot de naturaliseren groep, die groep hebben wij en mijn fractie geen bezwaar daartegen. Dus ik wil het parlement oproepen om deze wet goed te keuren. Ik wil wel één aspect meegeven. In de tijd was men begonnen op het ministerie. En dat was zeker in de frontperiode om de vreemdelingendienst op te zetten. Zodat zij ook de onderzoeken konden doen van mensen die genaturaliseerd moesten worden. Waardoor dus de politie niet belast zou hoeven te worden met niet-kerntaken. Ik hoop dat de minister dat meeneemt in de nieuwe of versterken van die afdeling vreemdelingenzaken. Want ik vind persoonlijk dat het een belasting is van de politie. Het is geen kerntaak van de politie. Laat de politie inderdaad doen wat ze zouden moeten doen. Maar voor het overige adviseer ik het parlement om het goed te keuren. De minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, zei dat het ministerie eraan werkt om aanvragen van verblijfsvergunningen en naturalisatie sneller te behandelen. Een van de veranderingen is de intensivering van digitale aanvragen. Mevrouw de voorzitter, ik kan u dus tenslotte meedelen dat er tot nog toe voor het jaar 2017 aan naturalisatieaanvragen in volgens artikel 8 van de wet op nationaliteiten ingezetenschap, dat er op dit moment 161 aanvragen zijn ingediend. En die zijn dus ingediend langs de digitale weg. Wij zullen met uw geacht college afspreken op welke manier wij in het vervolg op een gedigitaliseerde wijze de informatie aan uw college kunnen verstrekken, zodat het kan worden afgewerkt. Ik heb, zoals ik eerder zei, mevrouw de voorzitter, mij beperkt tot de technische vragen aangaande de naturalisatieaanvragen die onder uw hamer liggen. Minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie ad interim gisteren tijdens de behandeling van de 5 naturalisatiewetten die met algemene 34 stemmen zijn aangenomen. 420 vreemdelingen zijn genaturaliseerd. Van hun wordt verwacht dat zij zich de taal en het volkslied van Suriname eigen maken.